Ik ben Berto, ik ben student in Amsterdam. Ik ben 19 jaar. Wij hebben vandaag het Zeeburgerpad 265 gekraakt. Het staat al ruim een half jaar leeg. Dat is eigendom van de Alliantie Woningbouwcorporatie. Het pand is al eerder gekraakt geweest, in 2006 tot en met 2008. En de kraakgroep heeft het toen vrijwillig verlaten omdat er jongerenwerk in zou komen. Nu is dat jongerenwerk er inmiddels uit vertrokken vanwege geldprobleem. En in heel Amsterdam-Oost zitten jongerenprojecten met groot geldtekort. Er treedt dus een bepaalde verschraling van de buurt op. Wij hebben dit pand niet alleen gekraakt om te wonen met onze woongroep van 8 mensen. Maar we hebben dit pand ook gekraakt om de buurtverschraling tegen te gaan. En hier jongerenprojecten op te zetten. We gaan onder andere de buurt actief betrekken in de activiteiten die wij hier organiseren. Dat zal inhouden een volkskeuken, een muziekavond, zij het beschaafd. Maar ook een platform bieden voor mensen met ideeën om die tot uitvoer te brengen. Want wij hebben daar de ruimte voor, wij hebben daar de capaciteiten voor en zij vaak niet, terwijl ze wel de ideeën hebben. Dus in principe is het niet een plek voor alleen ons of alleen de kraakbeweging Amsterdam of alleen de studenten van Amsterdam. Omdat wij een groep van studenten zijn. Nee, dit is een plek voor iedereen. Hoe wij de buurt hier willen gaan betrekken. We hebben onder andere contact opgenomen met een aantal buurtwerkers hier in de buurt die achter de pleincommunities zitten. En die waren al erg enthousiast over waar wij mee bezig waren. Die hebben zichzelf al genoodzaakt gezien om erover na te gaan denken, te gaan kraken. Maar nu hebben wij hier de ruimte en kunnen wij hun een plek bieden. 3, 4. Er heeft omtrent dit pand een behoorlijke speculatie plaatsgevonden. Het was in 2006 nog eigendom van de AWA, dat is een klein particulier bedrijf. Die heeft het toen via een tweetal andere bedrijven verkocht door middel van een zogenaamde ABC-constructie aan de Alliantie. Wat er nu gebeurd is, er is in 3 maanden tijd een waardevermeerdering geweest van 500.000 euro. Zonder dat er aan de structuur van het pand ook maar iets veranderd is. Er is dus eigenlijk alleen op papier 500.000 aan de waarde van dit pand bijgedragen. En degene die het pand als laatste in hand heeft, dat is een beetje als stoelentans, die moet die schade op een gegeven moment incasseren. En nou, dat gebeurt alleen, maar dat het een woningbouwcorporatie is, waarbij het primaire doel feitelijk is het huisvesten van zoveel mogelijk mensen door middel van huurwoningen, zij het sociale huurwoningen, zij het vrije sector, is vreemd. Het ligt niet binnen hun straatje. En dit is tevens een signaal richting de Alliantie en andere woningbouwcorporaties dat zij zich moeten richten op woningbouw en niet op bedrijfspanden of andere industriële panden. Natuurlijk zijn wij bang dat wij ontruimd gaan worden. Maar niet bang in de zin van angstig,
Want wij zouden niet tot deze optie overgaan als er andere alternatieven waren. Dit is een laatste keuze voor ons. Huurwoningen voor studenten zijn onbetaalbaar of onbeschikbaar. Dergelijke projecten komen niet van de grond omdat er een geldtekort is. En wij zijn bereid om zo ver te gaan en nog verder om dit van de grond te krijgen, om dit te realiseren.